Aramiek 2 maanden geleden voor het eerst ontmoet. En sindsdien sessies bij hem gevolgd, coaching met hem gehad. En hij heeft zoveel veranderd voor mij. Hij zag in mij wat ik zelf niet meer zag. En probeert er alles aan te doen. Schoppen, slaan, heel hard coachen. Om het eruit te krijgen. Ik heb mijn man offerte gemaakt. Want offerte betekent dat je een prijsvoorstel moet doen. Wat de goedkeuring van de klant moet krijgen, toch? Ik werk nu een maand met Aramiek. En ik kan je zeggen, die man is een trip. Hij is niet voor de faint at heart. Zorg dat je stevig in je schoenen staat. Maar ja, je kent het verhaal van zachte heelmeesters. Wat hij voor mij op dit moment al heeft gedaan, na een maand al, is dat ik meer focus heb, beter weet wat ik wil doen. Dit is de weg van de kwalificatie. Mijn intentie was ook eigenlijk de energie uit deze sessie halen. Om ook daadwerkelijk met mijn business door te kunnen groeien, door te kunnen stoten. En ik heb het vandaag gevonden. Ik ben fotograaf, concertfotograaf. En ik wist niet heel erg goed van tevoren wat ik van de sessie moest verwachten. Ik had 2 keer een sessie bij Aramiek gedaan. En dat vond ik leuk, maar ik wist niet zo goed wat ik hiervan moest verwachten. En ja, ik ben er een beetje stil van. Zoveel indruk heeft dit op mij gemaakt. Ik wil iets heel bijzonders meegeven. Ik ben afgelopen maandag geopereerd. En ik sta hier met de galblaasoperatie. En ik ben echt vanuit Deventer hier naartoe komen rijden. Om het feit hoe Aramiek is. Hij haalt je zo uit je comfortzone. Hij is hard, maar hij is wel rechtvaardig. En hij heeft zijn hart echt op de juiste plek. Ik ben echt een startende ondernemer. Ik heb een hele tijd zitten zoeken van wat wil ik gaan doen. Nu heb ik besloten dat ik voor mezelf ga beginnen en ik wil dat ook dan goed aanpakken. En mij was de tip gegeven, dan moet je bij Aramiek zijn. Want die zorgt ervoor dat jij gaat doen wat je wil gaan doen. Dat je niet blijft stoppen. Hij geeft je echt de trap onder je achterste. Als je niet doet wat je hebt afgesproken. En dat heb ik gewoon nodig. Dames en heren.